Ik ben Harry Groen, ik ben opleider longziekte in het UMCG in Groningen. In het UMCG hebben we een mooie gestructureerde modulaire opleiding om longarts te worden. Dat doen we in een erg inspirerende omgeving. Samen met ons afdelingshoofd, Huib Kersjes, zorgen we ervoor dat we een goed gestructureerde en harmonieus geheel hebben. En jonge assistenten zie je dan ook snel groeien. Je ziet dat ze snel zelfstandig worden en een voorbeeld daarvan is Wouter de Jong. Mijn naam is Wouter Jong, ik ben longarts in opleiding in het UMCG te Groningen. Dat doe ik nou een aantal jaren met veel plezier. De ziektebeeld is een heel divers, wisselend patiëntenaanbod. Een mooie combinatie tussen denken en doen. Ja, dan springt longziekte daar toch verreweg bovenuit. Het mooie van longziekte is dat je de mensen ziet vanaf het begin. Dus de anamnese, het lichamelijk onderzoek is erg belangrijk. Maar wat je ook zelf doet, en dat is ook het mooie van longziekte, is dat je ook heel veel onderzoek in eigen beheer hebt. Dan heb ik het over bronchoscopie, uitgebreid longfunctieonderzoek. Er zit veel fysiologie bij, mensen kunnen een ergometrie doen. Je doet heel veel zelf als longarts. Goeie prestatie, nog even een minuutje uitfietsen. Ik heb gekozen voor het UMCG omdat het een uitstekende keuze is voor de vervolgopleiding tot longarts. Omdat de basisopleiding heel goed geregeld is. De oorhang longziekte die krijgt prima onder de vingers en grote patiëntenaantallen. Maar het voordeel van het UMCG is ook dat wij heel veel extra dingen doen die je niet ergens anders kan doen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de longtransplantatie, de longoncologie, tuberculose, de interstitiële longziekte, de infectieziekte. Dat zijn allemaal speerpunten waar wij een supraregionale, soms zelfs landelijke verwijsfunctie hebben. En er is ook heel veel ruimte om daar je extra te ontplooien tijdens de opleiding. Het is geen hiërarchische structuur. Alle vrijheid en ruimte om jezelf te ontplooien. Je wordt vrijgelaten wanneer dat kan. En wanneer je hulp nodig hebt, is dat ook altijd aanwezig. Dat is een manier om je eigen weg te kiezen binnen de longziekte. Daarnaast is het zo dat de sfeer en de collega's bij ons ook erg goed is. Een leuke groep mensen, wat ook de werksfeer en de werkverhoudingen erg plezierig maakt. Bij elkaar voldoende reden om voor de longziekte en ook specifiek het UMCG te gaan kiezen.